Ik heb een mooie mediterrane wijn voor jullie. Uit de buurt van Alicante vandaan, uit hooggelegen hoog en Marina Alto. Ja, dat is hier gemaakt door Pepe Mendoza. En Pepe Mendoza is eigenlijk ook de wijnmaker van Enrique Mendoza. beroemde wijnmaker uit Alicante vandaan. grote wijnmaker, maar ook heel toonaangevend. Als Pepe Mendoza op zijn eigen wijngaarden, nog moet een klein stukje trots dus Dat is ook wel een beetje het hustare stukje eigenlijk van al zijn wijnen. Dat maakt hij namelijk op een wat andere manier. Wat natuurlijker, wat minder interventie in de wijngaard, in de kelders. Maar ook omdat hij daar hele oude wijnstokken heeft. En die oude wijnstokken zorgen altijd voor een lage opbrengst van de druiven. Maar een hoge concentratie en smaak. En daarbij heeft hij in dit geval gebruik gemaakt van de druivenrassen. Moscatel, ARN en Maccabeo. En Mosketel, beter bekend als een zoete wijn. Altijd wel wat aromatisch, fruitig. Dat zorgt in dit geval ook voor het mooie aromatische karakter van de wijn. Ayren, altijd wat kruidiger, wat frisser. En Macabeo, altijd vol fruitig. Mooi rijke wijn altijd. En in dit geval ook wel ja, echt het beste van drie in één fles gekregen. Heeft hij heeft hier namelijk wel het aromaatje, maar ook een lekker ziltig toetsje. Lekker fruitig. En dankzij het ziltige toetsje ook zo meteen wel een hele mooie wijn. En een lekker plateau friede de Wat olijfjes, wat rauwe hammetjes. Ja, op en top bij de Spaanse keuken wat dat betreft. Leuk dat hij is ook wel in deze wijn. Dat het kleine hondje dat op Eddykeet staat, dus de tackle Lola die de familie heeft, die natuurlijk ook mee helpt in de wijngade.